Hallo hey, en welkom weer terug bij een nieuwe video op het kanaal Vandaag Spelen wij weer lekker meer muurtje zoals jullie kunnen zien, daar rijdt er even een vrachtwagen weg. Uh, rijden wij vandaag weer met de vrachtwagen, maar we staan hier natuurlijk nu met de op 1A uh, ja, beste vrachtwagen, op 1 na grootste. En ik wil graag vandaag in de grootste gaan rijden, dus ja. ik heb een beetje gegrind achter de schermen om. En we kunnen hem nu eindelijk unlocken, de Stuttgart Lastkraft Heavy Transport. Uh, dus wij gaan eventjes unlocken, we gaan hem inspannen. En dan, oh, hey, kijk eens hoe mega dit ding is. Ik hoop dat hij wel een beetje snel gaat. We gaan de oranje lampjes alvast aanslingeren. Oeh ja. Ik kan niet zeggen dat hij echt nou enorm lekker rijdt. Hij is echt heel erg traag. Ik ga hier echt niet mee in de tunnel rijden, want ik kom 100% vast te zitten. Misschien pas ik niet eens in de tunnel. Nou, dat zal niet een probleem zijn. Dus ik denk wel dat ik in de tunnel pas. Maar ik denk niet dat ik er helemaal goed werkend uitkom. Hij is echt heel erg traag. Maar het is wel leuk om in zo'n enorme vrachtwagen te rijden. Nou, even kijken. Onze eerste destination, delivery destination. Eigenlijk de plek waar we het gaan ophalen. Is in Haven City. Heet dat als het goed is. Dus daar gaan we even naartoe rijden. Later. Zo zijn we hier aangekomen. Dan rijden we. Hier het groene vlakje op. Dan laden we hem op en dan gaan wij beginnen met een timelapse van hoe wij even lekker veel vracht gaan verplaatsen. Ze hebben nu alweer een paar verragjes gedaan, drie of zo. En hij rijdt echt best wel lekker op zich. Hij is niet zo snel. Hij voelt ook heel erg zwaar bij gas geven en sturen. En uh, ja, bij remmen op zich niet. Hij remt echt heel erg snel. Dat zou ik niet verwachten voor zo'n hele grote wagen als dit. Um, ja, die oranje lampjes erop zijn natuurlijk wel erg leuk. Dat, uh, ja, dat, is niet, dat is best wel irritant eigenlijk als het met je cam achterhangt en het flitsert dat zo in je ogen. Maar ik denk dat dit wel grappig is voor iedereen waar ik langs rijd dat ze zo'n uh, zo grote vrachtwagen een keer voorbij zien rijden. Want ik ben er dus achter gekomen. Echt heel weinig mensen hebben deze gehaald met echt. Ik speel, er zijn best wel wat mensen die hem ook hebben gekocht voor Robux. Maar er zijn de, de, kennelijk heel erg weinig mensen die deze vragen hebben. Door gewoon te spelen. Door te grinden. Door. Gewoon lekker xp te fabriceren, zoals wij hier nu aan het doen zijn. Even kijken, wij moesten als het goed is naar de, uh, hoe heet het? Oh, er komt eventjes die agenten beuken op elkaar, en dus daar heb ik geen last meer van. Uh, wij moeten naar de snackbar, en die zit hier. Het zou zo fijn zijn als daar een echt werkende snackbar zouden van maken. Dat je gewoon hamburgers en frietjes kan eten voor uh, health of zo. Dat zou wel chill zijn, of voor health boost of zo, voor shields. Dat zou wel zeer vermakelijk zijn. Maar wij gaan hier even netjes opstellen. Even kijken. Wij uh, moeten hier even alles ophalen. Bij de snackbar. En dan moeten wij het nu allemaal brengen naar een huis. Dus ik ben benieuwd wat voor gezellig feestjes ze daar hebben. En ik denk dat met de hoeveelheid die we nu hebben opgehaald bij de snackbar. Dat ik eigenlijk best wel graag naar dat feestje in het huis zou willen gaan. Dat uh, zou zomaar eens best wel gezellig daar kunnen zijn. Dus wij gaan er even naartoe rijden. One eternity later. Oeh, het feestje is bij het villa wat we altijd hebben gebruikt als, uh, als maffiabasis. In de tijd dat we crimineel waren op stream, we worden hier flink gebeukt. We worden geholpen door de agent eventjes het terrein op, dat vind ik wel aardig van de agent. De agent weet nu alleen niet meer waar hij naartoe moet, dat is wel een beetje jammer. Maar uh, wij zijn in ieder aangekomen. Zie je, deze vrouwwagen is zo groot, mate. Het slaat echt helemaal nergens op. Maar we gaan even dus lekker de frietjes en de hamburgers even afleveren bij dit vergezellig ge huisje. Ja, moeten we nou nu naar treinstation 1. Treinstation 1 is helemaal bij de juwelier. En uh, daarna moeten wij waarschijnlijk helemaal naar de andere kant van de map gaan rijden. Dus dat gaan we maar eens even lekker doen. Dus laten wij maar weer beginnen met een TANREMS, waarin wij lekker wat vrachtjes gaan rijden. Hoppa, halen we hier even weer een mooie delivery op bij Gas Go. dan gaan we die weer even lekker bezorgen bij Ossofuel. En hoppa, zijn we bij Ossofuel aangekomen. Doen we hem daar bezorgen. Dan gaan we nu naar de windturbine 1 rijden. Om dan vervolgens... Oh, dat moet over die weggetjes tussendoor, dat is wel leuk. Daarna moeten we... Geen idee waar we naartoe moeten, daar gaan we zo meteen wel lekker afgekomen. Hoppa, dan moeten we nou even hier netjes gaan inparkeren. Maar dat komt denk ik wel goed. Hoppa, dit was netjes genoeg. Dan moeten we nu naar huis 4. Even kijken. Oh, dat is weer helemaal daar. Daarna moeten we naar de harbor. Oh, hier moeten we snel remmen, want ze hebben een boete. Hop. Uh, we moeten even wachten tot het lichtje groen is. Dan gaan we naar huis 4. En daarna gaan wij naar de harbor om uh, de boel uh, af te leveren. Prachtig. collega. Gaan we van de weg af? Donders. Ik had je net aan niet gezien, joh. Bijna had ik je niet gezien. We moeten echt niet over de snelweg lopen, dat is levensgevaarlijk. Alle lampjes springen lekker voor ons op groen, daar hou ik wel van. Dan kunnen we lekker snel doorchezen. En uh, dan uh, kunnen wij nu ook lekker ons vrachtje gaan afleveren bij de haven. Even kijken, dat moet bij de boot. Dat is ook best wel logisch, want we rijden natuurlijk met zo'n container, dus de kans dat de boot gewoon even die container van mijn trailer aflaat en dan een nieuwe container erop zet, is best wel eens aanwezig. Ja, dat zou wel leuk zijn als we dat zouden toevoegen: dat die hijskraan zo, die container van het ding afpakt en dan op de boot legt, dan een andere afheist en op je vrachtwagen neerlegt. Dat zou wel leuk zijn, even kijken op afgeleverd. Uh, ja, nou, we kunnen hier nog wel even inrijden, denk ik. In die groene achter ons, Hop, uh, zo. Ik kan niet verder draaien. Niet scherper draaien. Dat vind ik wel zeer verdrietig eigenlijk, dat dat niet kan. Zo, hop. Dan kunnen wij hier eventjes. Ja, nou ik ga, niet, ik ga niet eens in de groene vlak staan. Want vandaag, uh, ja, ja, voor vandaag was dit de video alweer. Heb je nou genoten? Abonneer oh, dan zeker. Binnenkort gaan we weer op de aardak. Want daar heb ik alweer een zin. Nog een andere job die best wel in de reten is en ook wel grappig is om te doen. En waar ook een job waar ik nog niet alle auto's op heb. Dus uh, daar moeten we even flink aan gaan werken. Uh, dus uh, wij gaan weer even tegen deze meneer zeggen dat, wij, dat ik weer vind dat ik genoeg heb gewerkt. Dan hebben wij uh, weer wat centjes erbij. Uh, van onze Ford, mooie, hele mooie prachtige Ford S-Max die wij recentelijk hebben aangekocht. En uh, ja, nou, we hebben nog heel wat auto's te gaan op het civilian team. Bij de brandweer hebben we nog één auto te gaan. En bij de Adak hebben wij nog één auto te gaan. En daarna gaan we, denk ik, is, is het een keer tijd als we al die auto's hebben om een keer de kwad te gaan kopen. Uh, dus ja, nou, wij gaan uh, jullie denk ik lekker weer zien bij de volgende aflevering. Ja, tot morgen maar weer.